Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Welkom bij een nieuwe aflevering van Enrise AI. En dit keer toch met een heel bijzondere gast. En ook graag geziene gasten bij Enrise. Martin van Kranenburg, welkom. Eigenlijk ben je volgens mij al jaren vriend van de show hier. Maar vanaf november 2022, ja, toen gebeurde het. De geboorte van ChatGPT, zien ook wij elkaar wel met enige regelmaat. Ik spreek je vaak, ik bel met je, we bespreken dingen met elkaar echt... Ja, superleuk. En voor degenen die jou niet kennen, ik heb een paar dingen opgeschreven en opgesomd. Al denk ik dat al onze luisteraars wel aardig op de hoogte zijn van wie je bent, maar toch. Spreker en trainer, docent op het gebied van neuromarketing. Ja. Voorheen tegenwoordig ook AI aan toegevoegd, ja. En ChatGPT. Uiteraard schrijver van het boek, Schrijven voor het Brein. Ja. En waarmee, ja, hoe maak je teksten beter eigenlijk, hè, met als hoofdmoot, zou ik zeggen. En nu ook net zijn tweede boek uitgebracht op de markt. ChatGPT, het tweede brein. En super bijzonder, hè, met allebei de boeken op dit moment in de top 10 van de managementboeken. Echt heel knap gedaan, hè, Martin. Dankjewel, man. Ja. Ja. En had je dat zien aankomen? Nou, het is natuurlijk nu wel het momentum. Laat ik dat vooropstellen. ik zit al 25 jaar in het hele online marketingspel. Ja. Dus die grijze haren, zeg ik altijd, wij zijn niet voor niks. En... in die 25 jaar zijn er wel een aantal momenten die je altijd bijblijven. Hè? Dat is bijvoorbeeld de opkomst van het internet, heb ik dus meegemaakt. Ja. Ik draai dus al 25 jaar mee. Dat internet was ook echt wel een gamechanger. Mm-hmm. Van het internet was ook heel veel angst, overigens wat nu ook is. Hè? Ja. Het internet kost banen. Ik weet nog dat bij dat internet, mocht je een half uurtje op het internet, bij de receptie stond er dan zo'n machine. Dus dat internet was echt wel een gamechanger en dat verandert het speelveld enorm. Mm-hmm. Hè? En iedereen werd weer even terug aan de rij geplaatst. Ja. Dus iedereen moest dat ook leren. Ja. Ik zie dat nu ook een beetje. Iedereen moet opnieuw zijn rijbewijs halen. Dat was toen, ja. Dat zie ik nu ook. Dus het internet was voor mij echt wel een gamechanger. Ook een gamechanger was toen, zeg maar, dat vooral voor mij als vak met usability, conversie, mobiel. In één keer werd mijn beeldscherm waarin ik mensen kon meenemen en verleiden om als in die limousine naar die bedankpagina te worden gereden. Werd wat kleiner. Handzaam, past in je broek. Ja, wat klein. Je moest keuzes maken, ook al mooi. Je moest terug naar de kern, terug naar de basis. Mm-hmm. Less is more. Dus mobiel. Ja, en dan nu AI en ChatGPT. Maar ik moet wel zeggen, het spel gaat veranderen. Mm. Iedereen moet opnieuw zijn rijbewijs halen. De kaart wordt opnieuw geschud. Hè. Dat was toen met het internet ook. Had je ook mensen die niet mee wilden of nog te weinig noodzaak. Ja. Alleen wat ik nu merk, dat zie ik ook bij Bekenstein en bij de Erasmus waar ik lesgeef. Ja. Ja, nu niet meebewegen. Dit gaat factor 50 sneller dan toen met internet. Het is er. Ja, nee, zeker. En als ik dan naar jou kijk en hoe jij... het omarmd heb, hè? En hoe jij opnieuw je rijbewijs bent gaan halen. Ja, zo mag, ja echt wel bijzonder volgens mij om te zien. Nog net niet een AI volgens mij, maar gewoon als een machine ervoor gegaan. En dat is echt wel knap, ja. Echt vol op de bak. En ik, als ik dat dan zo terugdenk, had je dat altijd al, die drive? Heb je die, of vind jij het gewoon leuk om een nieuw spel te verkennen? Of waar komt dat vandaan? Wel een goede vraag eigenlijk. Ja, ik hou van experimenteren en een beetje lol erbij maken. Mm-hmm. En dat doe ik dan een soort side project. En daarmee leer ik het spel. Dat heb ik altijd al gehad. Ik zal het meenemen toen met die internettijd. Mm-hmm. Toen heb ik aan de wieg staan van D-Reis. Werkte ik van D-Reis, dus toen wilde ik niks met die reisbranche hebben. Maar dat was in de wereld van die startpagina's. Ik weet niet of je dat nu weet.
En ja. Ik zag allemaal dat die startpagina stond er bovenaan. En ik wilde gewoon weten, hoe kom ik bovenaan? Ja. Nou, dan had je, ik had dan zo'n startpagina aanvraag, maar dat was heel erg beschermd. Dan had ik een startkabel. En ik dacht, ik wil niks. Dus ik dacht, verzin een term. Nou, cadeaubonnen. Dus ik had cadeaubonnen.startkabel. Nou, er gebeurde helemaal niks. Totdat in één keer Google zei, hey, die startkabel werd ook geïnteresseerd. Stond ik in de top 3 van de zoekmachines. In één keer kreeg ik allerlei vragen. Van, hey, mag mijn cadeaubonnen? Je hebt allerlei cadeaubonnen, hè? Van slipcursussen tot luchtballonvaarten. Oneindig. Mag mijn cadeaubon in jou, op jouw website? Nou, ik kreeg zoveel vragen. En dan komt weer mijn marketing hard. Dus ik maakte daar een top 10 van, Sander. En wat gebeurde er? Oh, mag ik dan in de top 10? Ja. Nou, en er was een van die aanvragen was toevallig ging over een luchtballon. Ik zei, nou, is goed, ik zet je wel erin. Stuur maar een luchtballon toe. Ik had mijn schoonmoeder altijd nog een keer beloofd met een luchtballon te gaan. Ik heb ze laten zitten, hoor. Nee, geen. Ze vliegen nog steeds. Nou, jongens, in die tijd, mijn hele huis hangt vol foto's met canvas en wijnpakketten. En ik ben mijn vrouw 1 keer op een tango-cursus les geweest. Nou, zou ik niet meer doen, dan weet ik dat ook weer. Maar dat is experimenteren. Mm-hmm. Ja? En dat heb ik nu weer. Ja. En het grappige is, het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt. Mm-hmm. Want waar ik toen mee zat te spelen en te experimenteren met die startpagina's, ja, daar heb ik nu met GPT's. Ja. Want ik heb gewoon nu heel veel GPT's gebouwd. Ja. Want dat is ook gewoon experimenteren, lol maken. Eentje, die heb je vast wel misschien gezien, dat is een GPT. Ik had eerst een serieuze GPT, dat is de persuasion check. Hè. Dan kan je je website laten analyseren op basis van persuasion, eerste indruk, stukje design. Je geeft die URL op en dan krijg je een reactie terug met op scores op bepaalde... Ja. Ja, en dat is leuk. En toen dacht ik, hey, waarom ga ik daar geen website roast van maken? En dat was eigenlijk achteraf een kleine tweak. En nu brandt hij dan je website af. Maar het bizarre is, mensen horen dat, mensen zien dat, mensen vinden dat leuk. Die is al meer dan honderden keren bekeken. En ik bepaal daarin de call to action. Wil je weten hoe dit werkt? Nou, bestel dan het boek. Ik verkoop gewoon boeken en cursussen. Jouw marketing twist voeg je er dan aan het experimenteren. Ja. Doe uiteindelijk als je denkt, hey, ik heb wat gevonden. En dat vind jij leuk om te doen. Ik vind experimenteren leuk om te doen. Dus experimenteren, wel even... Maar ook het daarna soort van wel gebruiken. En er iets aan toevoegen. Want je noemt dan de nummer over de top 10 bij die startkabel. Ja. Maar nu, dus het was eigenlijk niet echt... onverwacht dat je ook in de top 10 van managementboeken verschijnt. Want het spelletje zit je in je aard, laten we zeggen. Het spelletje zit erin. Maar vooral wil ik ook aan marketeers of aan ondernemers die dit luisteren. Ja. Pak een side project. De reis ernaartoe moet leuker zijn dan het eindproduct. Dus als je het gaat doen en je zegt maar ik wil er meteen binnen 3 maanden heel veel geld mee verdienen, moet je het niet doen. Mm-hmm. Want dan loop je leeg. Maar ik heb het meeste geleerd van dit soort dingen experimenteren. Nou, en in het begin was dat zeg maar met zo'n startkabel. Dat is nu de GPT's aan het worden. Hè? Mm-hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld ook met ons gezin... hebben we jarenlang door Nederland gereisd. Hebben we een weekendje weg met kids. En dan gingen we met het gezin op studiereis. En daar heb ik zoveel van geleerd om hoe doe je dat? Hoe vraag je dat? Je neuromarketing toepassen. Mm-hmm. Ja, en ik ben nu bezig met een concept... Glamping GPT. Daar ben ik allemaal nog aan het opstarten. Mm-hmm. Maar waar ik heilig in geloof... dat we van een zoekmachine gaan we naar een antwoordmachine. En ik wil daar deel van uitmaken. Ik wil weten hoe dat werkt. Dus ik ga gewoon klein beginnen, experimenteren. En omdat ik er zoveel mee experimenteer, merk ik... Ja. dat mijn brein continu nieuwe businesskansen ziet. Maar heb je dan over een Perplexity waar we naartoe gaan, achtig model? Of een Search GPT misschien? Of... Het wordt een combinatie. Kijk, daar waar bijvoorbeeld nu... heel veel websites zijn die jou helpen een keuze te maken. Ja. Waar je dan naar de website gaat en heb je menu navigatie, dan kan je klikken. Nou, ik denk dat dat voorbij gaat. Mm-hmm. Ik denk dat als we hier over 2 jaar zitten, 3 jaar, dan zeggen we, weet je nog, dat je dan websites had in de e-commerce, maar had je een filter en dan moest je klikken. Nu is het gewoon, ik wil hier naartoe. Ik zoek bijvoorbeeld een leuke glamping aan de kust in Nederland. Geef mij gewoon de 3 beste glampings. Ja. En dan geef je een advies. En dat vind ik het interessante, ook met ChatGPT's. Is ook wel het meest waar ik nu ook wel soms vastloop hoor. Want ik ben ook echt aan het experimenteren. Ja. Dan zeg ik tegen ChatGPT, dit is het bestand. Hier moet je het uitputten. Ja, en dan, ik ben natuurlijk bij het huis van AI. Hè, dus ik hoop ook veel van jullie te leren. Ik leer ook veel van jullie. We spreken elkaar ook veel. Ja.
Maar dan doet hij het ene keer briljant. En de andere keer niet. Ja, maar daar kan ik dus niks mee. Hij moet altijd dat briljant zijn. Ja, dat vind ik het moeilijk. Dan heb je weinig controle nog op de modellen zelf. Hè? Maar die groeien natuurlijk met ons mee. Wij groeien met hun mee misschien wel. Ja, en uiteindelijk zeg maar die controle hebben. Van dat hij daaruit moet halen. Dat vind ik nog een leuk spel. Maar ja, weet je wat het is? Iedereen moet opnieuw zijn rijbewijs halen. En als je veel oefent, dan haal je sneller je rijbewijs. En als je niet 1 of 2 uur in de week met je team, ik noem dat AI Tuesday, bezig bent. Ja, en dat is wat ik zie. En ik zie in waar ik nu in de markt waar ik nu opereer. Ik mag gelukkig naast doseren, trainen, spreken, schrijven. Elk jaar heb ik zeg maar een 8-tal bedrijven die ik mag helpen. Ja. Ik heb de luxe dat ik soms, ja, die komen wel op je af, maar dat zijn leuke ondernemers. De ondernemers die zelf mee willen doen, want die snappen het. Want als een ondernemer zelf niet meedoet, ja, die kan het niet meer overzien. En die gaat het ook niet aansturen. Je moet een soort van gedeelde visie hebben. Gedeelde daarin, visie. En een drive ook een beetje. Ja, wat ik daar zie is dat zeg maar, met dat soort teams, binnen een half jaar is mijn belofte aan die ondernemer, is het hele team AI-driven en werkt gewoon met GPT's. En dat is wat ik zie, want die experimenteren ook continu. Ja, en wat ik wel zie, Sander, ik weet niet of jullie dat ook zien. Ik vind het verschil wordt echt groter en groter en groter. Ik zie dan bedrijven waarin het hele marketingteam, wij spreken, zichzelf al heeft gekloond met eigen AI-collega's, met eigen assistenten. En ik zie dan bedrijven die in dezelfde branche zitten. En daar kom ik de directeur tegen en zeg, we hebben wel een werkgroepje. En dan vraag ik de marketeers en proms, hij doet het niet bij ons. Ja, bij jullie doet hij niet. Nee, gek joh. En maar sommige branden hun handen er niet aan en sommige hebben al helemaal de visie hoe wij die, denk ik, hebben. Ja. Hè? Ik presenteer bij sommige bedrijven zelfs een soort van hologram van de organisatie. Van daar ben je zometeen als consument misschien wel mee in gesprek en dat er dan... Ja. Het hele bedrijf daarachter zit en al die kennis. En dat is een beetje wat jij zei met die website. Hè? Dat verandert gewoon naar iets en waar naartoe. En sommige mensen herkennen zich gewoon een beetje daarin. En sommigen denken, van mijn leven langs niet. Maar je moet inderdaad vooral meebewegen, denk ik ook. Je moet kijk, het kantelt langzaam. Hè? In die zin, natuurlijk blijven websites echt nog voorlopig echt wel zoals de website is. Maar dat vind ik wel mooi. We hebben ook een gezamenlijk... Waar we elkaar veel over bellen is Kijk. Mm-hmm, Kijkmakelaars, dat zat ik in het boek. Kijk, bij Kijkmakelaars hebben ze nu die website. Maar die kijken ook vooruit naar de... Kijk, je moet als ondernemer of als je dit nu luistert... Op korte termijn moet je gewoon je rijbewijs halen. Weet wat ChatGPT is. ChatGPT is basis, maar je moet ook wel een blik hebben naar de toekomst. En die blik naar de toekomst is dat websites van monoloog naar dialoog gaan. Er worden gesprekken gevoerd. Ja. Maar daar zie ik altijd het kantelt van die conversational AI... dat je kan naar die website gaan, maar je kan ook daar je vraag stellen. En nu is het nog heel erg de overhand. Gewoon een website, dat is iedereen gewend. Maar je gaat al steeds meer en dat van... Oké, ik zie die vraag gestuurd. En wat ik wel een hele belangrijke vind... die conversational AI mag je niet verwarren met chatbots. Mm-hmm. Want iedereen heeft een hekel aan chatbots. Want iedereen die in die markt werkt, ze hebben de eigen glazen ingegooid. Want die dingen werken gewoon niet. Dus dat is waar wij kijken ook heel erg tegenaan kijken. Dat we dat niet op een chatbot willen laten lijken. Want dan is de associatie in het brein meteen verkeerd. Ja. Maar het moet gewoon je beste dialoog voeren. Je moet meteen een dialoog zijn. Het moet echt een collega, medewerker van Kijk zijn... waar je mee in gesprek kunt over wat jij wilt. Hè? Jouw wensen. Want dat is waar ze ook naartoe willen. Ja. De makelaar van de toekomst. Maar dat is wat ik heilig in geloof. Mensen willen niet meer zoeken. Ik wil gewoon mijn vraag stellen. Ja. En ik wil dat jij met jouw kennis... Dat ik je vertrouw. Ja. En jij geeft mij een antwoord. Ik hoef geen 20 keuzes terug. Nee, de 3 beste. Net als bij een reisbureau naar binnen lopen. Maar dan nu inderdaad gewoon op je telefoon, in je broekzak, kun je dat gesprek voeren. Ja. Continu, elk moment van de dag. Hè? Elke taal die je wilt. Ja. Het past zich volledig aan jou. Met alle kennis die zij hebben over de reizen, laat maar zeggen. Ja, en wat dan belangrijk is. De afzender wordt belangrijker dan de boodschap. Dus wat ik wel wil weten. Wie zit er achter deze GPT? Mm-hmm. Wie is dat? Kan ik hem vertrouwen? Wat is zijn intentie? De kennis en de expertise en de drive die erachter zit, de visie die er is, wordt mega belangrijk. Ja. Kan ik het vertrouwen inderdaad? En dat zie ik nu heel vaak wel. Dan kom ik op een hele vette GPT of op een vette website. En dan staat er nergens een over ons. Ja, vertrouw ik het al niet meer. Ja. Ga ik ook niet eens mee beginnen. Waar gaat mijn data naar naartoe? Dus het is wel eerlijk, transparant. Dus dat is waar het... Maar daar ligt ook nu nog de waarde voor bedrijven die heel veel...
expertise en kennis en betrouwbaarheid hebben opgedaan de laatste tijd. Omdat ze dat kunnen ze gewoon hergebruiken in de nieuwe wereld, soort van. Ja, nu, en dat het spel is nieuw de wagen. Ben jij nu autoriteit en wil je de komende jaren autoriteit blijven? Ja. Ja, ga dan nu mee met die beweging. En dat vind ik wel mooi. Want het boek heet niet voor niks ChatGPT als tweede brein. Mm-hmm. AI, ga ik even uitleggen, noem ik ook niet artificial intelligence. Ik noem het additional intelligence. Het is additioneel, zo slim of zo slecht als het brein die het bedient. Ja. Ja? Het is additioneel. En nu zie ik al heel veel slimme bedrijven of thought leaders. Ja, die zijn natuurlijk nu een eigen GPT van zichzelf aan het maken. Ja, je klont zichzelf. Ja, ja, en ik zie nu ook al, ik zit ook bij een aantal collectief van een aantal auteurs. Want wij geven dit boek zelf uit. Dat is ook wel fijn, dan heb ik wel een beetje regie. Maar ik ben nu ook bezig dat mijn lezers kunnen dadelijk tegen het boek praten. En die kunnen ook tegen de auteur praten. En dan ga je hele andere concepten neerzetten. Ja. En dat is vet. Maar dan moet je er wel, en dat vind ik wel mooi, ik ben heel veel aan het testen, ook met het boek. En dan de ene keer komt hij met een briljant antwoord uit het boek. Ja. En ik vroeg hem ook, maar dat is nog een kwestie, zijn wij ook mee bezig om hem goed verbeterd te laten opvoeden. Maar toch is dat best wel leuk. Want toen vroeg ik, oké, kan je nog even dat framework, en dan bedoelde ik het mijn eigen prompts framework. Ja. Kan je dat framework uit het boek nog heel eventjes geven? Komt hij met een framework, het raakmodel. Oh, helemaal uit zichzelf. Maar echt een heel nieuw model. Ja. Maar even onder ons. Die was belachelijk goed. Dus je wordt er ook weer door geïnspireerd. Dus, hij kan nog steeds van een soort van het beste antwoord genereren die normaliter goed zou zijn. Ja, het klopt alleen niet, maar het is wel een goed antwoord. Het was briljant. Maar goed, uiteindelijk wil je daar wel. En dat is ons mens eigen. Daarom ook geloof ik ook niet van waar AI misschien naartoe wil. Hè, dat computers zelf beslissingen gaan nemen. Ik vind het gewoon, moet je niet willen, jongens. Dus een mens moet het altijd nog kunnen overzien. Ja, want ik wil even inhaken op wat je net zei. Hè? Ja. Mensen kunnen dan praten met het boek, met de auteur. Ik zit nu letterlijk met de auteur hier. Dus ik wil je een paar vragen over het boek ook stellen. Oh, oké, gaan we dat doen. En je schrijft ergens in het begin volgens mij of think first, prompt later, stay human. Ja, dat is de eerste quote, zeg maar. Ja, en kun je die iets toelichten? Ja, kijk, wat ik nu zie is dat mensen gaan, think first, prompt later. Wat ik nu heel veel zie is dat mensen gaan het gewoon proberen. Mm-hmm. Hebben geen plan, ja. Zien het niet voor ogen. Hij doet het niet. Frustreerd. Hij doet niet wat ik zeg. Ja. Nee, blog is slecht. Maar kijk, think first, prompt later. Niet eerst prompten en dan pas gaan nadenken. Dat is de grootste fout. Dus voorbereiden. Je succes zit in de voorbereiding. Mm-hmm. Dus weten wat je wil. Dus eerst nadenken. Mensen die heel goed nadenken, die zien ook dat je niet bijvoorbeeld een GPT moet bouwen met zoveel taken erin. Maar die hebben gewoon niet nagedacht. En het leuke is, of het enge vind ik ook soms wel. Nee, ik heb het al zo lang geprobeerd, ik ben ermee gestopt. Oké. Maar het ligt dus compleet aan dat je niet snapt hoe je rijbewijs moet. Die kunnen minder goed experimenteren, spelen. Ja. Nee, je hebt de theorie niet wat ze willen überhaupt. Ja. Ja, dus nadenken, dan schrijven of prompten. En stay human, daar bedoel ik mee, blijf wel nadenken. Ook met het creëren van content. Als ik bijvoorbeeld kijk, mensen voelen hoe echt jij bent. En denk heel goed na, hoe belangrijk is de relatie met de ontvanger? Mm-hmm. Hoe belangrijk vind ik die? En neem ik die relatie serieus? En daar bedoel ik mee, als jij een nieuwsbrief laat schrijven met slechte content. Nou, als jij continu een nieuwsbrief laat genereren door ChatGPT, mensen voelen dat. En dan word je een nummer. Ze willen wel serieus genomen worden door van wie ze de nieuwsbrief het bericht krijgen. Hè? Ja. En mensen willen zaken doen met mensen. Ja. En bijvoorbeeld ook op AI, ik weet niet of je dat al hebt, dan heb je zo'n AI, dan krijg je een connectie met iemand en dan zet AI al een antwoord voor je klaar. Nou, dat is. Ik ben meer tijd om elke keer die onzin weg te gooien. Want dat is helemaal niet menselijk. Mm-hmm. Dat is helemaal niet echt. Ja. Dus. Als je gaat kijken in dat see, think, do, care model. Ja. In de see-fase. Content maken. Woningteksten beschrijven. Ja. Productteksten beschrijven. Ja. SEO-pagina's maken. Heb ik nog geen relatie met de klant? Ja, daar mag je de machine onder aansturing van de mens. Mm. En een hele goede prompt. Dan mag je die content laten draaien. Ja. Maar ga je toe naar een mail naar je belangrijkste relaties. Of op LinkedIn, dat is een sociaal netwerk. Dan moet je gewoon je best blijven doen. Wat ik zelf ook ervaren, dus bij die eerste producten of bij dat soort zaken, dan is het wel fijn om een soort van een goed voorbereide prompt te hebben. Goed na te denken, wat wil ik bereiken? Ja. Maar als ik wat meer naar creativiteit
tijd toe ga. Dus ik wil een persoonlijke e-mail sturen en die wil ik ook meer AI laten genereren. Dan ja. Helpt ook wel soms voor mij om gewoon blanco het gesprek in natuurlijke taal aan te gaan. Hey, ik ben Sander, ik ga zo meteen een mail sturen, kun je me helpen? Ja. En dan gaat hij me vragen stellen en dan denkt, laat hij mij weer aan denken. Dan wordt het wel een soort van conversatie. Maar dan ben ik een beetje van de andere kant. Hè? Om meer context toe te voegen en benieuwd ook hoe die dan mij wedervragen gaat stellen, et cetera. Wel ook wel leuk om te doen. Ja, maar kijk, think first, voorbereiden. Zonder voorbereiden ga je de marathon niet winnen. Ja. Dus voorbereiden. Dan pas schrijven, prompten. En hou dat menselijke. Want mensen willen uiteindelijk zaken doen met mensen en niet met computers. Maar ga wel slim nadenken. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik bouw heel veel GPT's. Hè. Ik heb ook bouw je eigen ChatGPT, bouw je GPT. Dat doe ik heel veel bij bedrijven nu. Ja. En dit vind ik mooi, want ik leer daar nog het meeste van. En zat een cursist, journaliste. En wat zij slim had gedaan, zij had een GPT gebouwd die haar hielp. Menselijk. Dat was, zeg maar, zij krijgt van, was een lokaal krantje, zeg maar, het Amersfoort Dagblad. Ja. En die krijgt dan van heel veel lokale ondernemers een mail, want die hebben wil in de persbericht of die willen dat evenement promoten, dat. Ja. Er zitten heel veel typfouten in, zei ze. De ene gaat wel goed, de andere keer gaat niet goed. De afkorting de ene keer wel vooruit, de andere keer niet vooruit. Daar had ze een stagiair voor die eventjes dat raamwerk even recht zette. Witregels toepaste, dat. Ja. Nou, die stagiair was weg. Ze zei balen. Dat moest ze weer zelf doen. Toen heeft ze in één middag een GPT gebouwd. Mm-hmm. Al die mail die binnenkomen, worden even voor een bepaald patroon weer even rechtgezet. En toen zei ze ook, dat bespaart mij 5 minuten per mail. Ja. Maar toen zei ze ook, Martin, waar heel de groep ook bij was, hè, maar ik krijg wel 30 van dit soort mail op een dag. Wow. En toen zei ik was slecht in rekenen. En toen zei ze zelf al, nee, dat is 2,5 uur per dag. Dat is één dag in de week. En ik heb nog 2 collega's die dit gebruiken. En zij zei, dit moet je onthouden. En dat vind ik ook zo mooi van de tijd waarin we nu leven. Mm-hmm. En zei ik, wat ik nou zo fijn vind, Martin, het leukste wat ik vind van mijn vak, of vond van mijn vak, is lokale ondernemers interviewen. Maar daar had ik geen tijd voor, want ik moest al die standaard mails beantwoorden. Ja. En nu heb ik weer tijd voor mijn vak. Dus ik geloof erin dat docenten, als jij docent bent en je kijkt zelf nog huiswerk naar. Nou, ik werk al voor bedrijven, dat doet echt geen docent. Dat moet ik niet willen. En dat is repeterend werk. En we hebben al GPT's die dat beter doen dan docenten. Maar daar zit jouw waarde niet in. Dus je gaat ook steeds vanzelf, als je het goed doet, naar meer human dingen. Dus stay human. Als je het goed doet, ga je ook op de menselijke dingen doen. Je hebt veel meer tijd om nog een keer wel weer die persoon te bellen. Ja. Om wel in de gaten te houden als jij 30 leerlingen hebt. Hey, die heeft last van dyslexie. Ik ga jou erbij helpen. En dan helpt zeg maar jou, die heeft daar een programmaatje voor. En dan kan ieder individu geholpen worden. Ik geloof er heilig in, en daar wil ik ook in geloven. Mm-hmm. Dat dit ons gaat helpen om veel meer in persoonlijk contact te komen. Wat we eigenlijk verloren zijn door corona en door alle techniek, zijn we echt verloren. Dat we dat weer gaan terugvinden, omdat we al die randzaken laten we nu door onze digitale assistenten doen, die wij voeden, wij bepalen. Waardoor ik veel meer tijd krijg om even hier nu te zitten. Om een keer weer een ondernemer te bellen. En ik zie elke keer dat als ik een ondernemer bel, ik zeg, hey, ik heb een copywriter GPT, dat is mijn nieuw product. Mm-hmm. Zal ik het je laten zien? Ja, dat is binnen. Dus snap je wat ik bedoel? Dus ik kan veel meer persoonlijk contact hebben. Ja. Dat is veel meer impactvoller. Dus ga kijken, waar kan je nou veel meer impact maken? Waar zit nou je echte waarde? Waar je nu niet aan toekomt? Nou, automatiseer dan die taken en ga daarop focussen. Daarop focussen. En dan wordt het spel ook leuker. Ja. En verderop in het boek zeg jij op een gegeven moment, sometimes you win, sometimes you learn. Heel, heel mooi natuurlijk. En je verliest alleen als je nu niet meebeweegt. Ja, sometimes. En meebewegen hebben we dit al gehad natuurlijk. Ja. Hè? Maar wat is dan, wat betekent dan verliezen? Nou kijk, sometimes you win, sometimes you learn. Wat je net al zei. Hè? Dus je leert als je, hoe langer je wacht, hoe minder je leert. Dat is ook zo eentje. Dus als jij nu niet, even als je dit nu luistert en je hebt nog geen enkele, je hebt nog 0 GPT's gebouwd en je bent marketeer of ondernemer of programmeur, krap eens even achter je oren, want we zijn 1,5 jaar verder. Ja, ik werk bijvoorbeeld bij Dr. Leenarts. Je wordt daar niet eens meer aangenomen, joh. Als je daar niet eens een prompt hebt geschreven of je wordt niet meer aangenomen. GPT, wat is dat? Ja, je wordt niet meer aangenomen. Dus dat bedoel ik mee, dan ga je het verliezen. Ja, ja, ja. Jij gaat het verliezen. Je verliest het niet van AI, van ChatGPT, maar je verliest het van een collega die wel al zijn rijbewijs heeft gehaald. Je hebt je rijbewijs nog niet. En je wil, maar dat mag je dus niet meer solliciteren voor deze functie. Ja. Dus je verliest het van een collega of van een ondernemer. Want
Voor mij geldt het ook, hè. Mm-hmm. Wij hebben natuurlijk die e-learning, schrijf voor het brein. Die had ik wel kunnen sluiten. Want iedereen wil ook dat component GPT erin hebben. Ja. Ja? Maar ik merk ook voor mij als docent... Ik had laatst een talk bij A.S. Watson. Kreeg ik iets van 150... van 150 deelnemers al hun leerdoelen. Ja. Nou, daar was ik normaal heel veel tijd kwijt. Dan moest ik dat doornemen. En nu heb ik daar een GPT voor. Ik gooi even de leerdoelen erin. Ja. Ik zeg, kan je het even samenvatten? Kan je het even clusteren bij afdeling? Kan je even de hoofdlijnen eruit halen? Nou, dan heb ik 3 slides. Met een tabel. En die stop ik in mijn presentatie. En die opdrachtgever... Sander, ja, ik hoop niet dat ze luisteren. Nee, geitje. Ja. Maar die opdrachtgever... Wat een tijd heeft Martin hier aan besteed, nee, zeg. Nee, maar die opdrachtgever... Nou, die Martin zegt... Potverdorie. Wat is die lekker voorbereid? Maar het leuke is, ik ben extreem goed voorbereid. Mm-hmm. Want die tijd, ik hoef niet meer die tijd aan te steken. Ja. Ik kan mijn tijd in nog wat extra slides op hun case. Ja. Ik kan nog dieper nadenken. Dus mijn impact wordt nog groter. Ja. Maar, en datzelfde geldt nu ook. En dit vind ik wel prachtig om te zien. Ik doe ook heel veel toch online sessies nog. En dan zeg ik ook tegen die mensen, zet maar in de chat. En in het begin deed ik dat nooit. Ik kon dat niet oppakken. Maar nu, zet maar in de chat. Wat zijn jullie? Hup, zet maar in. Wat aan het eind doe ik ook altijd, stel ik altijd de vraag, moet je eigenlijk ook doen, als je slim bent en deze podcast luistert, pak je nu even pen en papier. Luister me desnoods een keer terug. En dan noteer je je 3 belangrijkste inzichten. Doe ik ook in elke training, hè, want anders ga je weer geluisterd. Dan denk je, ga je weer door? Nee, stop nou eens. Ja. Waar ga je met 3 dingen, ga je de komende 3 maanden mee aan de slag? Ja? Als je er niet meer aan de slag gaat, niet opschrijven, weer de volgende podcast luisteren. Nou, leuk voor je brein, je leert niks. En dus dan laat ik het opschrijven. Maar dan komen er echt tig van die opmerkingen kwam erin. Ja. Ik zat vanochtend ook weer met Bakers & Business School. 255 mensen. Ja, die dan, en die alles erin vullen. Daar heb ik 1 GPT voor. Ja. En die cluster ik. En het mooie is, en ik weet ook weer, dat vind ik ook wel mooi. Ik weet zelf ook weer, wat zijn nou de vragen? Als je het boek Schrijf voor het brein kent, dan weet je, het schrijven van teksten is het antwoorden van de lezersvragen. Mm-hmm. Ik weet alle lezersvragen. Ik heb de komende tijd, weet ik ook weer, welke blogs ik moet schrijven. Ja, want mooi. Ik hoef alleen maar antwoord te geven door die vragen. En dat vraag ik ook weer aan ChatGPT, waar je ook een eigen custom ding voor gemaakt hebt. Ja. En wat ik ook wel zie, natuurlijk moet je nadenken, hoe kan ik efficiënter werken? Mm-hmm. Maar ik vind het ook nog wel vet, en daar ben je marketeer voor, welke nieuwe verdienmodellen kan je hiermee creëren? Ja. Nieuwe wereld, nieuwe business. Welke nieuwe waarde kan je leveren? Ik kon nooit, dat leefde ik niet. Na een training gaf ik nooit een keer een samenvatting. Nu geef ik na elke training, de meeste opdrachtgevers zijn ook verrast. Van, wat goed dat je dat doet. Ja. Dat kost je best wel tijd als je dat zegt. Ja, nee, dat kost me echt wel even. Nee. Maar, en dan leg ik het ook uit. Oh, ja, maar dit willen we ook. Ja, snap je? Ja. Waarde toevoegen, meebewegen, winnen, hè? Helder. Jij noemt net iets terug AI Tuesday. Ja, AI maar in Tuesday. Je boek staat AI uurtje. Plan een AI-uurtje met je team, toch? Ja. Maar ik kan me snappen dat je zei, het was eerst een uurtje, maar tegenwoordig zeg je eigenlijk al, het is een hele dag. Nou, heb jij een AI-chooser zelf? Kijk, ik ben er de hele dag door mee bezig. Ja, ik heb een aantal bedrijven waar ik voor werk. Ja. Die hebben dan AI-Tuesday, doe ook heel veel trainingen. Ja. En zo grappig goed dat je het zegt. Ik noem het AI-Tuesday. Dat is fijn voor het brein, hè? Koppelen aan een bestaand patroon. Dat ga ik zo uitleggen. Maar ik krijg heel vaak de vraag van Martin, die AI-Tuesday... Mag dat ook op dinsdag of op donderdag? Ik zeg, natuurlijk mag het op donderdag vooruit. Weet je. Maar wat ik bedoel, dat is meteen een stukje gedragspsychologie. Want we zitten allemaal in de verandering. Hebben jullie nou een standaard meeting elke maandag... koppel nou bestaand gedrag, nieuw gedrag aan bestaand gedrag... dan is het gewoon makkelijker. Mm-hmm. Dus daarom bedoel ik AI Tuesday. Pak een moment in de week, mag elke zijn... Ja. Het liefst koppel dat nou aan een bestaand overleg wat je al hebt. Doe dan de laatste 10 minuten alleen nog... jongens, wie heeft nog een goede prompt geschreven? Ja. Wie heeft nog een goede GPT? Wat waren jullie leermomenten? En dan kan je dat, op die manier kan je dat doen. En van elkaar leren is echt wel heel belangrijk. En dat nu doen, meters maken... Hè? Dus sometimes you win, sometimes you learn. Dit was al mooi. Ik was bij de NIMA, het grote AI-congres. Was een andere spreker, niet ik. Die doet veel in Amerika. Mm-hmm. Deze kwam wel binnen, hoor. En zei, maar Martin, in Amerika... Hij zei, ik ken een ondernemer. En voor hem was gewoon AI... hij moest gewoon met heel weinig mensen heel veel content maken. En dat hoor ik heel vaak, hè. We hebben zo weinig mensen, zoveel te doen. Ja. We komen er niet aan toe. Mm-hmm. Dus die ondernemer zei, jongens, dit is zo belangrijk. Iedereen kreeg van hem... een betaald account van ChatGPT, iedereen. En na een maand ging iedereen eens een keer bij zijn kantoor roepen.
En dan zegt hij, open eens even jouw mobiel. Of open eens even je laptop. Wat heb je ermee gedaan? Ja. Wat heb je ermee gedaan? Wel mooi. Ja, en die mensen die niks hadden gedaan, die konden gewoon meteen zeg maar hun spullen pakken. Hallo, je krijgt van mij, ik heb je betaald account gegeven. Het is de belangrijkste ontwikkeling ever. Maar jij gaat experimenteren, je doet niks. Oké, dus toen had iemand gezegd in die, tegen die man, tegen die eigenaar, heb je ze wel gefaciliteerd? Heb je ze ook wel gecoacht, getraind? Nou, dat had hij dan niet gedaan, dus hij is ze niet ontslagen hoor. Maar hij is ze wel gaan faciliteren. Mm. Maar dat merk ik nu ook. Ik heb nu ook een aantal ondernemers. Het boek is onderdeel van de onboarding. Ja. Maar ze krijgen het boek pas, die moeten ze even komen halen bij de ondernemer. Mm. En dan vraagt de ondernemer wel van, oké, wat ga je hier de komende maand mee doen? En dan moeten ze gewoon wat opleveren. Ja. En dat is het. Het is gewoon, het is gewoon doen. En net als met de rest van je boek, hè, dus vol met praktische tips volgens mij om aan de slag te gaan met ChatGPT, maar ook met het bouwen van custom GPT's. Ja. Dus voor de luisteraars ook, ga daar vooral mee aan de slag. Hè. Als je hem niet hebt, bestel hem dan bij managementboek.nl. Maakt niet uit. Je mag het bij managementboek bestellen. Je mag het bij Bol bestellen. Sommigen hebben echt een voorkeur voor Bol. Sommigen hebben een voorkeur voor managementboek. Ik heb zelf de voorkeur heel vaak voor de lokale winkel, omdat hij bij mij om de hoek zit. En ik ken de ondernemer ook goed. Dus koop het boek. Nou ja, ga het alleen maar kopen met een use case of met een probleem voor ogen. Dan ga je het maximale uit het boek halen. Als je dat niet hebt, ga het boek alsjeblieft niet kopen. Want het gaat je niks opleveren. Dus maar als je wel het wil bouwen en je hebt een idee, mm-hmm. dan gaat het e-boekje enorm helpen. Ja. En pak een pen, schrijf het lekker vol. En dan maak je van een boek een doelboek. Het is ook een vooral praktisch boek, ja. Met is, ruimte dit, om. Dit is echt een boek voor doeners, niet voor denkers. Er zit ook heel veel beeldtaal in, want beeldtaal versterkt taal. Mm-hmm. Dus en daar hebben we ook bij het eerste boek heel erg. Kijk, voor mij is een boek, dat vond ik een van de mooiste complimenten die ik kreeg. Was echt van een hoge heren, zeg maar, bij de Achmea. Daar heb ik al vaker getraind. En zei ik, Martin, ik heb het boek gelezen. Het voelde alsof je naast me stond. Het voelde als een training op papier. Ja, jongens, daar kan je mij niet gelukkiger maken. Ja, mooi. Maar zie je het ook zo? Ja. Zie je dat je een training op papier komt? En jij bent afhankelijk van wat je eruit haalt. Het is een middel. Ik geef je een heel structuur, een heel framework. Maar jij moet wel of niet wat mee doen. Hey, even dan iets voorbij het boek en minder Martin. Ik refereer wel aan het boek, maar er staat ook, ik was direct nieuwsgierig naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden die. Ja. En het heeft me niet meer losgelaten. Daar hebben we het net ook al een beetje over gehad, het meebewegen. En volgens mij is het helder. Maar als je dan nu terugkijkt, had je dan anders gedaan? Ben je trots op wat jij nu de afgelopen tijd bereikt hebt? Nee, ik ben daar mega trots op. En een boek schrijven, jongens, ik heb het wel eens laten zien. Jullie hebben wel eens hier wel eens een keer gezien. In de laatste nou, weken. De laatste weken, dan zie je letterlijk dubbel. Dat wil je echt niet. Maar goed, het moest eruit. Ja. Het boek moest eruit. Want ik moest voor de vakantie, klaar. Dus ik ben er mega trots op. Dus het is, en natuurlijk is het. Trotste ben ik op de reacties die ik krijg. Mm. Spontaan van mensen die niet in mijn netwerk zitten. Die vooral van experts, copywriters, waarvan we denken dat het grootste impact gaat hebben. Ja. Die het zagen als ChatGPT. Kijk maar eens op de website bij het boek. Die zagen het als ChatGPT. Maar die zien nu van, wacht eens even. Ik kan mijn vak beter uitoefenen. Die kwantiteit besteed ik uit. Maar ik heb veel meer tijd voor de kwaliteit. En voor de creativiteit. En dat. Die waardering, dat doet dan wat met je. Want ik vind als mijn rol als docent, trainer en schrijver, mm-hmm. is om jou het vertrouwen te geven en het plezier dat ook jij dit kan. Want iedereen kan dit. En ja, als dat dan lukt, als dat eruit komt, ja, dan kan je mij niet blij maken. Jouw missie en die scores, in de top 10 van managementboek, natuurlijk doet dat wat. En zo'n taart is heerlijk. Uiteraard. Maar de reacties, dat je mensen het vertrouwen, dat jij die mensen het vertrouwen mag geven met jouw inzichten, ja, dat is vet. Dat doe je het voor. Ja. Ja. En ik wil heel vaak ook zo impact maken. Je vindt het ook leuk om impact te maken, denk ik. Ik vind het leuk om te laten zien wat je kan met een menselijk aspect. Dat je wel kritisch blijft. Hè? Mm. Ga niet prompt omdat het kan. Als jij je niet voorbereidt, dan heb ik het liefst dat je die hele ChatGPT niet aanraakt. Ik noem het ook promptschaamte. Mm-hmm. Wat ik op LinkedIn zie, dan weer een video voorbij komen. Jongens, doe dat nou.
dat vind ik wel, ik heb daar verantwoordelijkheid ook voor mijn kinderen. Mm. Die zijn, Isa is nu 18, Luc is 16. 6 VWO zit Luc en Isa gaat studeren. Ik heb naar mijn kinderen ook een verantwoordelijkheid. Dat ze hier ook goed mee omgaan, dat ze kritisch blijven. En dat vind ik ook wel mooi. Hoe ik bij mij thuis kijk, ik had laatst ook, moesten ze een onderzoek doen. En toen zeiden ze van, ze moesten een rap laten maken. En er hadden een aantal mensen uit die groep, die hadden dan meteen ChatGPT ingezet. Nou, mijn zoon kwam ook terug, hij is best muzikaal. Hij zei, pap, ik vond het zo niet leuk. Het leukste vind ik, het zelf creëren. En ik dacht, wow, Luc, jij komt er. En mijn dochter heeft datzelfde. Zij zien heel sterk waar ga je het wel voor gebruiken en waar niet voor. Maar je eigen brein, wat ChatGPT nooit kan. Het voelen, de emotie, de sympathie, het gevoel voor de ander gaat hij nooit bereiken. Dat wil je ook niet. De echte menselijke. Echte menselijke. En degenen die dat snappen, gaan ChatGPT ook echt goed inzetten. En die gaan groeien. Als mens en als mens. Want je krijgt namelijk meer tijd om mens te zijn. En degene die dat zien als, ja, ik wil snel winst maken. Ik wil snel nu een website. En tijdelijk. Maar hou dat menselijke aspect. Daarom noem ik het ook een additional intelligence. Mm-hmm. Ben je een mooi bedrijf met een mooie missie en een mooie why? Ga je dat versnellen? Heb jij een bedrijf die alleen maar op Excel-lijsten checkt? Dan ben je heel trots dat jij stoer kan zeggen dat je 70 man van de callcenter eruit dondert. Dan denk ik, wat voor type bedrijf ben jij? Ja. Ik zou meteen mijn abonnement opzeggen. Als jij alleen maar aan de kostenkant dingen laat lopen te snijden. Ik zet meteen mijn abonnement op. Ik wil niet voor dat soort type bedrijven werken. Mooi. Dus ik vind ook met AI en ChatGPT, voor bedrijven wordt het ook nu kleur bekennen. Wil je alleen met AI gegenereerde content werken, dan ga ik je daar, je wordt er een keer op afgerekend. En keihard hoop ik ook. En natuurlijk mag je het gebruiken om zo doen wij dat ook, hè. We gebruiken AI om een idee naar de designer te sturen, maar die gaat het wel verfijnen. Dus dat menselijke aspect, en dat merk ik ook, hè. En dat vind ik ook mooi, maar door deze AI-gedreven wereld ontstaat er een ongekende honger naar echtheid. En dat vind ik mooi. Mooi, hè? Dus als ik zo meteen met jouw boek kan praten, met een AI, en ik kan met de auteur, hè, met jouw kopie van Martin praten, dan hou jij tijd over. En wat ga jij dan doen? Oei, dat is een goeie. Wat is dan de menselijkheid daarna die je dan vindt? Ik heb wel een droom of een droom. Ik heb tegen mijn vrouw, ik ga het echt doen. Ik heb het drukker dan ooit. Maar ik heb mijn vrouw beloofd en ik ga het nu ook echt doen. Ik ga terug van die 6-7 dagen in de week naar 4. Klaar, ik ben er ook klaar mee. En ik ga zeg maar, wat ik repeterend doe, ga ik in wat e-learning stoppen. Dus ik ben ook bezig met bouw je eigen ChatGPT. En bouw je eigen GPT, dat wordt gewoon een e-learning. Niet omdat ik een e-learning wil doen, maar omdat ik gewoon niet in mijn eentje zoveel mensen kan bereiken. Mm-hmm. Dus ik ga meer impact maken in minder tijd en schaalbaarder. En alles wat repeterend is, ga ik mee stoppen. Ik heb Beekstein ook al gebeld, een van mijn belangrijkste opleiders. Ja. Online personalisatie ga ik niet meer geven. Persuasion ga ik niet meer geven. Ik zit op het snijvlak van neuromarketing, copywriting, altijd met het component van ChatGPT, om dat in goede banen te leiden. Ja. En hoe ik mezelf zie, over 4 jaar ben ik 60. En ik zie me wel voor, nou, ik heb nu 2 boeken geschreven. Ik ga niet meer zo gek doen als de laatste keer. Die druk op mezelf zetten. Ja. Maar ik blijf wel boeken schrijven. Er komt wel een nummer 3 aan. En er komt wel een nummer 3 aan. En ja, omdat ik zelf uitgever ben, hou ik er toch nog wel ietsjes meer aan over dan zeg maar die 10% wat normaal bij de auteurs blijft hangen. En ik zie mezelf wel ergens in Frankrijk of whatever, om de zoveel jaar een mooi boek schrijven. Beetje met een helikopterview zie ik naar voor me? Ik vind spreken heel leuk. Hè, dus ik ga veel meer naar spreken. Dan ben ik ook bezig met despreker.nl. Ja. Hele leuke club. En daar zit ik al lang. Maar ik ga meer van naar kleine groepen trainen naar toch spreken. Mm-hmm. Omdat ik merk dat er zoveel honger is om dit te willen leren. Ja. En ik ga geen mensen aannemen. Ik blijf een one-man show. Company of One. Ja.
En natuurlijk met Etienne en met Wim hebben we die e-learning. Maar daarnaast ben ik echt een company of one. En dat wil ik ook. Ik wil geen mensen in dienst. Dus mijn droom is, ja, je ziet mij wel nog een paar boeken schrijven, zeg maar. Je bent los van de company, je bent ook gewoon je eigen product zelf. Hè? Van je bedrijf. Je bent echt alles in één wat dat betreft. Dat is goed. Hoe hou jij zelf jouw kopie erbij? Ik zie het ook vaak voorbij komen. Hou je kopie erbij? Ja. Hoe doe je dat voor jezelf? Ik loop veel. Ik fiets veel. Ik heb geen stoere racefiets. Ik heb gewoon een oud baggerding. Pak ik van Amersfoort naar Utrecht. En ik merk gelukkig dat als het zeg maar te druk wordt, als ik zo'n popcornbrein krijg, ja, dan stop ik alles. Dan ga ik lopen. En lopen geeft mij, dat is enorm goed voor het brein. Ja. Geeft me heel veel lucht. Dus ik loop dagelijks wel 10.000 stappen. Ik merk ook als ik het niet doe, dan word ik meteen ook niet zo grijnig. Maar dan je voelt dat die behoefte er eigenlijk is om het wel te doen. Heel erg. Ja. Dus ik voel meteen, en als het te druk wordt, stap ik op de rem. Dan bel ik ook de boel af. En ga ik lopen. Dus daar ben ik heel erg mee bezig. En zeker nu ook. Het was best wel een leermoment, dat boek schrijven, dat het die druk was te hoog. Dus ik ga nu echt terug naar die 4 dagen. En ik ben nu echt keuzes aan het maken. Groeien is ook dingen, is stoppen. Schrappen, ja. Groeien is ook stoppen. Dus ik ben nu echt heel bewust van het stoppen. Mm-hmm. Want die belofte aan mijn vrouw neem ik echt wel serieus op dit aan mijn kinderen. Een deadline? Of is dat die deadline is wel dit jaar. Want ik wil het allemaal wel netjes afbouwen. Ook wat klanten. Maar vooral veel niet gek laten maken. Veel buiten zijn. Veel lopen. Doe dat tijdig. En ook nog wel een tip. Mm-hmm. Ik zit gelukkig niet in een bubbel. Dat ik alleen maar vrienden heb die alleen met AI bezig zijn. Ik heb een vriend van mij, een stuinman. Mm-hmm. Ik heb een andere vriend van mij die werkt in de schoonmaak. Ik heb een vriend van mij die zit echt heel in de sales. Ik heb gelukkig, en kies ik ook bewust, een bubbel met heel veel andere dingen. Want je wordt uiteindelijk word je een product van die meeste 5 mensen om je heen. Ja. En ik ben heel gelukkig, mijn vrouw is heel nuchter. Daar hadden we ik was nummer 1 bij Managebook, hadden we die taart. En dan zeggen ze ook van, oké, leuk, nou doe maar een stukje. Nu is al genoeg. Dus ik ben thuis is gewoon, dat is leuk voor je. Dat is leuk voor je pap dat je gewonnen hebt. Dan was je docent van het jaar. Nou, gefeliciteerd. Over 10 minuten gaan we eten. En ik vind het ook wel weer, dat is lekker. Hou je kopje erbij, man. Ja, dat is meer dan AI. Mijn vrouw zorgt dat ik mijn kopje erbij hou. Ja. En mijn kinderen zorgen ervoor. En de mensen om je heen. En de mensen om je heen. En andere dingen. Omdat ik die juist niet in zo'n bubbel zit. Ja. Ja. Dus daarom doe ik ook geen boek. Ik heb geen boeklanceringen, dat soort toestanden. Gewoon lekker normaal blijven. Dat vind ik wel mooi. Ik voel me nooit beter dan iemand, maar ik voel me ook nooit minder dan iemand. En ja, zo moet je lekker in het leven staan. Mooi. Ik denk dat we hiermee ook aan het einde zijn gekomen van de podcast. Echt super fijn dat je er was. Ik heb ChatGPT om een goede one-liner gevraagd. Oh, echt? Want jij bent natuurlijk ook een aantal. Ik heb net een aantal opgenoemd. Daar ben je heel goed in. En die ik aan jou kon meegeven. En die kwam die. AI is niet de vervanging van creativiteit, maar de katalysator die ons sneller naar briljante ideeën brengt. En ik dacht, jij zegt het zelf als me ook al ergens. ChatGPT is een versneller van alles, Martin. Mooi, man. Wel mooi dat hij dat soort van je teruggeeft. Ja. Ik vind hem goud. Ik ga er een tegeltje van maken. Ja. Dankjewel. Dank voor je komst, Martin. Dankjewel.